The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. Ja. I was born a champion. Ik zit een beetje op mijn lulstoel, weet je. Dus ik wil gewoon even een beetje praten. Ik kan net zo goed die camera erbij houden. Maar waar ik net over na zat te denken, of tenminste. Ik heb zo'n chocolade proteïne shake bij me, weet je. Ja, en die is echt lekker. Vooral met zo'n sigaartje, weet je, die combinatie, die smaak en die sensatie en zo, weet je. Dus, maar het deed me heel erg denken aan die chocoloop. Dat is zo'n wietsoort. Een beetje zo, een beetje donkergroen, bruinachtig, man. Die smaakt dus echt naar chocola. Ja joh, dat ze dat gewoon kunnen maken, man. Maar ja. Oh, kijk uit, katje. Ja, er zijn auto's die op de straat staan. Moet je even oppassen, hè. Ja. Er was een kat oversteken. Ik denk, nou, kijk maar uit. Dus ja, ik kon net naar links gaan, maar ik heb besloten om rechtdoor en dan naar links te gaan. Maak nog even een blokje, weet je. Doe ik er ongeveer een uurtje over en ben ik thuis. En dan ga ik gewoon lekker ontspannen, proberen te ontspannen. En dan zien we het dan wel. Ja. Ik heb nog één sigaartje, maar ik zit over na te denken of ik hem, wat ik ermee zal doen. Of ik rook hem op of ik pleur hem weg. Of ik bewaar hem gewoon. Maar om zeg maar op terug te kijken, weet je, van ja, dat was de turning point. Maar ja, als je dan ooit eens een keer zwak bent, dan zit die kans er wel in dat je het natuurlijk gaat gebruiken. En ik zie dat hier iets met mijn geheugen is. Dus ik ga hem heel even uitzetten. En dan ga ik een paar dingetjes wisselen. Dat heb ik volgens mij nog niet gedaan. Dan kom ik zo bij jullie terug. Ja, ik weet wat ik met mijn laatste sigaar ga doen. Ik ga hier nu een lijn trekken. Want ja, bij een rookvrij leven moet je natuurlijk geen sigaren of rookwaar in je huis hebben. En aangezien ik nu een lijn ga trekken, maar ik heb geen pen bij me, doe ik dat gewoon met een sigaar als symbool. Nou, hier ligt een sigaartje. En daar stap ik overheen en dan zeg ik, ik laat mijn oude leven achter als ik over deze lijn stap. En dat is het leven van verslaving in de vorm van roken. Ik trek nu mijn nieuwe identiteit aan. In de naam van Jezus. Maar ik kan die hier niet laten liggen, want stel, er komen daar de kinderen of zo. Dus dat is de laatste keer dat je naar kan kijken. Roken veroorzaakt mond- en keelkanker, dat is ook niet goed, weet je. Dus ja, we pleuren die even hier snel in. En daarachter is een prullenbak. Laat ik jullie ook wel zien, hoor. Als je mij niet gelooft dat ik hem weggooi, dan zal ik hem open laten. Kijk, daar zit hij in. Dus dan zijn jullie het bewijs. Hè? Dan gaan we nu op het fietsje. En ik voel mijn vlees al een beetje deprimerend worden. Maar ik ga die de mond snoeren. Vlees, hou je mond. En jij moet luisteren naar de geest. Dat beveel ik jou in Jezus' naam. Kijk, hier heb je een prullenbak. En dat is mooi licht, dat kan je goed zien. Kijk, hier is de prullenbak. En kijk, hij zit er nog steeds in, hè. Zie je, daar zit hij in. En dan, aju paraplu. En zo verbreek je een verslaving. Ja, ergens heb ik toch een goed gevoel van binnen, weet je.
heel laagjes zit mijn vlees. Maar je moet dat steeds tegenspreken. En het beste is door ik ben te gaan gebruiken. Ik ben vrij, weet je. En dan kan je nu het beste doen. Want dan heeft het, ja, je moet het gelijk omzetten, weet je. Herprogrammeren. Ik ben vrij van... Je moet dat achterlaten. Dus je moet andere woorden gebruiken van ik ben vrij van roken. Maar ik ben gezond. Ik heb gezonde longen. Ik ben... Ja, hoe moet je dat zeggen, man? Even kijken, joh. Vrijgezet. Ik ga door het leven heen rookvrij. Jullie begrijpen wat ik bedoel, toch? Maar ja, het voelt goed. Even kijken hoe we de avond doorkomen. Het zal mezelf even moeten blijven bemoedigen en aanspreken, weet je. Maar we gaan ervoor. We zijn ervoor gegaan. En we zijn er bijna. We zijn er al. Dus ik ben vrijgezet van verslaving in de vorm van roken, tabak. Nou, ik ben de avond eigenlijk best wel goed doorgekomen. Eén kleine craving nadat ik even wat kwark had gegeten. Daarna schoot hij wel even omhoog. Maar eigenlijk geen trek. En dat is ook wat mijn nieuwe identiteit is, weet je. Geen craving meer. Dus de eerstkomende dagen zal ik het wel voelen natuurlijk. Vooral na het eten. Maar dat is gewoon even een momentje. Dat heb ik vorige maand ook gehad. Zo even. En daarna is het gewoon doorzetten. En dan gewoon niet meer bij mensen in de buurt komen. Of contact hebben die ook roken, zeg maar, weet je. Dus je moet wel ermee bezig blijven. In de zin van alert zijn. En dat is de volgende stap. En gewoon stappen blijven maken. En stel je vast, zou nog eens een keer terugvallen. Is niet erg, weet je. Gewoon weer herpakken. Het heeft nu, hoeveel is het nou? 14e. Nou, laten we zeggen dat ik een paar dagen voor oud en nieuw al begon. Oké, laten we zeggen 20 dagen dan of zo, weet je. Nou, dan sta ik weer op. En ik doe het ook gewoon, weet je. En voorheen kon ik dat gewoon echt niet. Toen was ik wel echt slaaf daaraan. Maar nu sta ik wat meer in mijn autoriteit, heb ik gemerkt. En ja, dat voelt goed. Het geeft je, zeg maar, controle. Weet je, over je eigen lichaam. Jij bepaalt niet en niet een of andere plant of... Snap je wat ik bedoel? Maar ja, als je het zo gaat bekijken in die dimensie, is het wel zo. En ik ga niet toelaten dat een plant over mij gaat regeren. Het moet andersom zijn. Dus daarmee wil ik eigenlijk afsluiten. Morgen is het weekend, zaterdag. Wat gaan we dan doen? Ik ga het, weet ik nog niet. Ga ik nu over nadenken, maar dan doe ik eerst die camera uit. Ik check jullie later.
En dan hoor je het morgen wel.